Ontzagnemend minister van Justitie Koen Geens. Van harte welkom. We gaan het zo meteen hebben over Antwerpen, meneer Geens. Maar eerst de actualiteit van afgelopen nachten. De IS-strijders. Dit lijkt wel op een soort dreigementen van Trump. Wel, wat men natuurlijk altijd hoopt als bevriende natie is dat dit soort vragen binnenkomt via de geëigende diplomatieke kanalen, zoals dat heet, niet via een nachtelijke tweet. Maar vroeg of laat uh, dreigde die vraag te komen, ja. omdat uiteraard de terugtrekking van de Amerikanen met zich zal brengen dat de Koerden, die in het noorden van Syrië die kampen bewaken waarin een aantal Syrië-strijders zitten, zouden kunnen worden aangevallen, bijvoorbeeld uh, door uh, de Turkse regering. En op dat moment uh, wist iedereen in Europa dat er een kans bestond dat dit stond te gebeuren. We weten ook al enkele dagen dat de Fransen eraan denken om zo'n 100 IS-strijders uh, terug te halen. Dit zet de kwestie misschien wel meer op scherp. Hebben wij daar een antwoord op als België? Zijn we bereid om onze IS-strijders uit Syrië terug te halen? Wel, uh, vrijdag hebben wij in de kern hierover overleg willen plegen, maar onze minister van Buitenlandse Zaken was in het buitenland, zoals dat hoort. Uh, het is zeker zo dat de Belgische regering voorbereid is op dit uh, probleem, dat wij in permanent contact zijn intern. Uh, maar ook met de Nederlandse, de Franse en in het bijzonder ook de Engelse regering of de regering van Groot-Brittannië om dit probleem zo gezamenlijk mogelijk aan te pakken op het moment dat het zich stelt. En het stelt zich nu binnenkort. Maar u zei daar van de week ook al over, daar is geen draagvlak voor. Wel, punt is altijd. Uh, voor politici is het makkelijk om een probleem ver weg te houden zolang het ver weg is. Mm. Het komt nu kennelijk dichterbij. Wij hebben uh, een standpunt kunnen innemen in de regering dat toen al vrij moedig was. Uh, en ik heb daar sterk op aangedrongen, mag ik zeggen. om de kinderen uh, beneden tien jaar terug te halen. Zelfs dat was een jaar moeilijk, geleden ja. zeer moeilijk om te doen aan om, niet, om dan nog niet te spreken over de moeders. Ja, wij hebben nu in Syrië op dit ogenblik in het noorden. vooral uh, moeders en kinderen. Uh, uh, maar enkele uh, Syrië-strijders die bekend zijn. Je weet nooit wat er uh, nog gebeurt. Maar uh, wij zullen daarover rustig moeten nadenken. en zien wat het minste veiligheidsrisico met zich brengt. Want daarover gaat het eigenlijk. Ja. We kunnen daar heel emotioneel over doen. Maar de vraag is vooral. Uh, wat er gebeurt als die mensen ginder worden losgelaten. Want dat is, dat is waar ja. Trump op zin speelt. Ja. Een heel slechte oplossing als ze daar worden losgelaten, dan, zijn ze, dan verdwijnen ze onder de radar, kunnen ze ongemerkt terug naar hier komen, kunnen ze gevaarlijk worden. Wel, en daar denk ik dat de Europeanisering van uh, de oplossing belangrijk is. Dat de regeringen in West-Europa, die allemaal Syrië strijders in het noorden hebben zitten, dat zij daarin een collectieve houding en een collectieve aanpak vinden. Ik denk dat onze premier initiatieven. In in die richting zou kunnen nemen. En dat zou een goede zaak zijn, want dat gaat het draagvlak bij de bevolking vergroten. Het punt is dat indien al die mensen ginder in het noorden worden vrijgelaten, uh, we niet weten wat er gebeurt, terwijl controle toch beter is dan volledige vrijheid in zo'n geval. Dus u bent eigenlijk wel geneigd om ze terug te nemen? Ik ben, ik ben geneigd om hierover intern en extern het grootst mogelijke draagvlak te zoeken. En wat heel belangrijk is dan, is dat we niemand in dat proces Verbranden, dat we niet de indruk geven dat we heel snel naar oplossingen gaan, want dat is niet goed. Er zijn geen heel goede oplossingen voor zo'n probleem. Maar dat we collectief met de partners in Europa zoeken hoe we op de best mogelijke manier met de Amerikaanse partner kunnen spreken. Ja. U zei het gaat over enkele Belgen. Enig idee hoeveel? Wel, de laatste cijfers uh, zijn uh, wat de dus mannelijke Syrië-strijders betreft eerder beperkt in die noordelijke kampen. Er zou sprake zijn van vier. Maar nogmaals, er worden deze dagen nog mensen gevangen genomen. Uh, dus ik durf daar geen, maar het zijn vooral vrouwen en nog meer kinderen die zich op dit ogenblik volgens onze gegevens in die kampen bevinden. Oké, okay, dit stelt zich dan de komende dagen of uh, weken. En dan uh, meneer Geens, uh, ja, de drugsoorlog of is het eerder een politieke oorlog in uh, of rond Antwerpen, daar zijn van de week harde woorden over gevallen. In Antwerpen is een criminele bende opgerold. 15 mensen zijn opgepakt. De bende zou zich onder meer bezighouden met cocaïnesmokkel, wapenhandel en het witwassen van zwart geld. We zaten eerder eerst, vaak in die kast. Nieuwende, soms strategisch groepen criminelen. Ze hebben eerst niet. Hoe de cocaïne Die war on drugs die moet gevoerd worden, maar ik heb nooit aan iemand gezegd dat je die ultiem kan winnen. Het is wel belangrijk die te voeren om het probleem minstens onder controle te houden. Cocaïne blijft naar Antwerpen komen en uh, het lijkt alleen maar meer en meer uh, cocaïne naar Antwerpen te komen. Dus dat lijkt voorlopig geen enkele invloed te uh, hebben. Ik deel zeker de analyse dat op niveau van justitie eigenlijk de zwakste schakel zit. Het is ook justitie, alle toezeggingen aan het stroomplan die niet uitgevoerd worden, die extra capaciteit op niveau van magistraten is er niet gekomen. Uh, het idee dat de Antwerpse arrondissement gerechtelijk ook in heel de haven bevoegd kan worden is niet uitgevoerd. Uh, andere aspecten uh, blijft justitie altijd een beetje achterwege, dat is echt het zwakke broertje. Ik speel zelden zwarte pieten, maar als men een zwarte piet naar mij schuift op een onterechte manier, dan durf ik zeggen dat de federale gerechtelijke politie, met name in Antwerpen, onderbemand is. Daar is een kadertekort van 30 procent en men krijgt dat al vijf jaar niet aangevuld. Ja, meneer de minister, we hebben u inderdaad zelden zwarte pieten zien toespelen. We hebben u ook zelden, denk ik, zo boos gezien. Ja, uh, dat komt omdat de machten in ons land gescheiden zijn. En uh, justitie wordt voortdurend ingeroepen tegen de minister van Justitie. Het is het parket en het zijn uh, de ge gezeten magistraten die het recht spreken in dit land. Mm. En het parket is volstrekt onafhankelijk. Dus wanneer men aan de bevolking als verantwoordelijk politicus stevast de indruk geeft... dat daar ergens een minister is die het slecht functioneren van verklaart... dan begint dat na verloop van tijd op je zenuwen te werken te meer... Daar ik, wat het stroomplan betreft. Ik was wel de vreemde eend tussen al die N-VA-collega's. Maar ik wist niet dat ik het zwakke broertje was. En ik ben met dat uh, epitheton, als ik het zo mag noemen. Met die kwalificatie. Ja. Ik ben daar niet zo boos maar over op zich. Maar, ja, maar. heeft, heeft u uw deel van de deal gedaan? Maar, dat is wat ik ging zeggen. Uh, ik ben daarin betrokken geraakt en ik heb het met veel enthousiasme gedaan. We hebben dat ook goed gedaan. Vandaag hoor ik van de Antwerpse diensten, want we hebben natuurlijk contact genomen, dat die samenwerking die nog maar loopt sinds september, ja. dat die goed loopt. En dan vind ik het wat vreemd dat een collega die toch weet dat deze minister van Justitie zich keihard heeft ingezet de voorbije vier jaar en een half om zo goed mogelijk samen te werken, van een Albanese reportage die uiteindelijk niet over Antwerpen ging. Alleen maar zei Antwerpen is misschien morgen een uh, markt waar ...veel gaat gebeuren, dat hij daarvan gebruik maakt om te zeggen... ...justitie is het zwakke broertje. Maar, en dan ben ik boos Ja, doorheen. Maar er is natuurlijk wel een belofte gedaan dat de Antwerpse haven... ...om zo te zeggen één rechtsgebied zou worden. Samen onderzoek, maar samen ook veroordelingen kunnen doen. Dat is wel niet gebeurd, hè? Wel, dat, is, dat is wat u zegt en dat is wat ik al bij herhaling heb tegengesproken... Uh, u weet dat de haven op de twee oevers van de Schelde ja. gelegen is. En dat een stuk van de haven ligt op het grondgebied Oost-Vlaanderen. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb acht parket magistraten van de linker- en de rechterhoeve samengevoegd tot een equipe van havenprocureurs. Die op de twee mm. oevers mogen vervolgen. Wat ik veel maar liever... geen rechtspreken op de twee oevers, dat, dat blijft verdeeld over verschillende rechtbanken. Wel, dat hangt er vanaf waar het misdrijf gebeurt. Mm. Maar de havenprocureurs van Oost-Vlaanderen, wanneer ze optreden in Antwerpen, mogen in elk geval in Antwerpen vervolgen. Wat ik heb gezegd vanaf. De eerste dag dat ik naar Antwerpen werd geconvoqueerd om aan dat stroomplan samen te werken, is de grondwet zal moeten gewijzigd worden als u het havengebied. Zonder beveren, neem ik aan, maar wel het havengebied bij het rechtsgebied Antwerpen. Maar heeft u dat toen met zoveel woorden, inderdaad, gezegd? Ja, dat direct. heb ik met zoveel woorden gezegd. Dat stond in mijn notas. Ik kan niet bewijzen dat ik het gezegd heb, want ik denk niet dat ik opgenomen ben. Maar het stond in mijn notas bij de eerste vergadering. Ja. U speelt nu de Zwarte Piet terug. U zegt het echte probleem zit uh, bij het feit dat de federale politie, de gerechtelijke federale politie, dat die, dat die kaders niet volledig zijn ingevuld. Dat is met andere woorden de schuld van gewezen NVA-minister Jan Jambon. Ja, uh, ik ga erop op antwoorden, meneer ik hoop het. Uh, wees gerust. Maar ik wil zeggen dat de nationale en de internationale samenwerking veel belangrijker zijn dan dit discussiepunt. Waar ik heb moeten zeggen. Ik vul mijn kaders. Ik zou ook hopen dat de minister van Binnenlandse Zaken met de federale gerechtelijke politie, waarvan de meeste mensen denken dat het gerechtelijk is, ja, okay. maar niet wat de voogdij betreft, niet wat de recrutering, niet wat de financiering dus Jan betreft. Dus Jan Bon sowieso had moeten meer doen? Denk ik wel, ja. Hij weet ook dat ik dat denk en ik heb gesmeekt, ik heb dat woord gebruikt bij uh, gelegenheid van de onderzoekscommissie naar de aanslagen van 22 maart, om de gerechtelijke politie opnieuw onder de minister van Justitie te brengen. Ja. Want die minister van Justitie heeft daar uit de aard van zijn functie een hart voor om die mensen uh, te steunen en om daar middelen voor te zoeken. Wat ik wel kon als minister van Justitie, hoe vreemd dat ook mag lijken, dat is apparatuur kopen voor de gerechtelijke politie. Interceptiefaciliteiten, speciale uh, apparatuur om uh, telefoons af te luisteren. Dat heb ik gedaan voor bedragen van 18 miljoen en meer. En ik heb recent nog 30.000 aan de FGP in Antwerpen gegeven. Met mijn Mager budget kon ik dat doen, die, uh, magis, die uh, federale gerechtelijke politie aanvullen. En dat is in Antwerpen zo ja. nodig, want het is meneer de Vlieger, hè, de, de, de Dirjut van Antwerpen. Het is meneer de Vlieger die namens de federale daar heel de operatie leidt. Maar als dat zo nodig is, dat valt nu onder de bevoegdheid van uh, Pieter de Krem, dacht ik, uw ja, maar... partijgenoot. Kan, kan er op korte termijn voor. Parlement echt ontbonden wordt, hebben we in de verkiezingen gegaan, kan daar nog iets gebeuren? Zeker en vast. Ik heb samen met meneer de Krem uh, onmiddellijk uh, nadat de regering herschikt is, uh, met de commissaris-generaal van de politie uh, contact gehad, die voordien de directeur-generaal was van het SAT bij de minister van Binnenlandse Zaken. En wij hebben hem uh, zover gekregen dat hij zelfs op de nieuwjaarsreceptie al gezegd heeft dat wij gelijke tred moeten zien te houden met de lokale politie. En wat betekent stuk... dat heel concreet? Dat betekent dat we op het stuk van recrutering en op het stuk van apparatuur ervoor moeten zorgen dat we evenveel inzetten op de federale als op de lokale politie. En ervoor moeten zorgen of ervoor zullen zorgen. Ervoor zullen zorgen. En uh, als ik dat al mag zeggen, wij zullen in ons verkiezingsprogramma, wat betreft de politie, een beduidend grotere financiering vragen voor de federale poot. Want het is niet waarschijnlijk dat de lokale politie akkoord zal gaan met middelen te verschuiven naar de federale. Ja. Nog maar een half jaar geleden zaten jullie hier broederlijk naast elkaar om het stroomplan aan te kondigen. Is wat er nu gebeurt, is dat dan puur een geval van opstoot van verkiezingskoorts? Aan beide kanten? Wel, ik zou eigenlijk een, een beetje een oproep willen doen. Hè. Uh, alleen met samenwerking kunnen we dit soort problemen bestrijden. Hmm. U weet dat wij in een uh, lopende zakenperiode zitten. Ik heb aan uh, de verschillende parlementairen in mijn commissie gevraagd om een aantal wetsontwerpen om te zetten in wetsvoorstellen, zodat zij die kunnen verdedigen. Want als wetsontwerp lukte dat niet meer. Wil nu precies dat, wat de strafuitvoering betreft, de N-VA het wetsvoorstel dat voordien een voorontwerp van wet was, heeft overgenomen op het stuk van de uitvoering van de recidive, op het stuk van het uh, wanneer men naar het buitenland gaat, als uh, voorlopig in vrijheid gestelde, strengere voorwaarden te stellen. Dus ik werk samen tot het bittere einde. Ja. En ik zou hopen dat de N-VA dat ook doet, want het is alleen zo dat wij een veilige uh, rechtsstaat kunnen creëren. Dank u wel, meneer Geens. We gaan uh, uw opmerkingen straks ook nog voorleggen aan Bart De Wever. Dank u wel.